Nergens wordt er op zo'n grote schaal afgeluisterd als in Nederland. En na 11 september is dat alleen maar toegenomen. Met het oog op een vooralsnog onzichtbare vijand moeten de rijen gesloten. Daarmee lijkt er steeds minder ruimte gekomen voor afwijkende meningen. Maar wordt de ontwikkeling van een democratische samenleving niet juist gevoed door een breed scala aan die afwijkende meningen? En zijn we dus niet bezig kind en badwater weg te gooien? Tegenlicht vanavond met Tegen de Stroom In, een warm pleidooi voor radicaal denken. Mensen moeten radicale standpunten kunnen hebben. En dat die lenen zich misschien niet tot onmiddellijke toepassing in de praktijk, maar scherpen wel de gedachten over hoe een maatschappij eruit zou moeten zien. En daarvoor is nodig dat er af en toe mensen de dingen heel scherp formuleren en de hele radicale posities innemen. Zolang mensen stil blijven, dan gaat het vanzelf allemaal door. En dan blijft het. Ja, dan kunnen de mensen die de macht hebben of die dingen doen ook gewoon daar rustig mee doorgaan. En pas als er actie is, dan komt er zeg maar een kras. En dan kan het een andere kant op gaan bewegen. Maar in de politiek mag dat dus niet meer. Je mag niet meer radicaal zijn, want dan ben je fout. En sinds we naast links en rechts ook nog islamitisch hebben, geldt dat helemaal sterk. Wat is bureau Jansen en Jansen? Het is een kritisch onderzoeksbureau naar de werkwijze van politie- en inlichtingendiensten. We hebben eigenlijk twee hoofddingen waar we mee bezig zijn. Het ene ding is onderzoek naar de werkwijze van politie- en inlichtingendiensten. En aan de andere kant ondersteunen we vaak mensen die te maken krijgen met het optreden van politie en vaak inlichtingendiensten. Het is eigenlijk ontstaan in halverwege 80er jaren, toen er vrij veel confrontaties waren van anti-kernenergiebeweging, kraakbeweging. Gebeurde heel veel op straat, mensen wisten niet veel van politie. Het was gewoon een klein groepje die wat dingen ging uitzoeken. En van daaruit is gewoon langzamerhand een archief ontstaan dat iets gestructureerder werd. En dat is uiteindelijk weer bureau Jansen & Jansen geworden. Wat zijn jullie belangrijkste publicaties? Dit jaar is het belangrijkste onder druk. Het gaat over terrorismebestrijding. Dat geeft ook een beetje aan het veranderende beeld van Jansen & Jansen over de loop der jaren. Dat het vroeger heel erg gericht was op de BVD, wat nu AFD heet. En tegenwoordig er ook wel breder naar veiligheid in het algemeen. Cameratoezicht, preventief fouilleren, identificatieplicht. Een andere heel belangrijke uitgave was Luisterrijk. Het gaat over afluisteren. Snuffelstaat, een beetje een ander jaarverslag van de AFD, of de BVD was het toen, over het functioneren en wat die dienst dan doet. Onze samenleving is voor een groot deel gevormd door de buitenparlementaire acties in de 60er, 70er en 80er jaren. Ook toen al probeerde de overheid zich te weren tegen wat men toen zag als een bedreiging van de gevestigde orde. Alleen zijn ondertussen de methodieken om dat radicaal denken te controleren ingrijpend veranderd. Goedemorgen. Ik noem mij André. En ik heb de politie gebeld, als jullie even konden komen. We hebben dat pandje.
dat pandje en dat pandje daar gekraakt. Ja. En die kraken zijn uit naam van Groen Front gebeurd. Ja. Op deze manier proberen we op vreedzame wijze de Betuwelijn op te houden of te stoppen, zeg maar. We zijn een radicale milieubeweging en wij voeren actie tegen grote infrastructuurprojecten die ons milieu verpesten. Zoals op dit moment de Betuwelijn. We hebben eerder actie gevoerd tegen uitbreiding van Schiphol, de Afrikahaven, uitbreiding van de A4, de A12 en dat soort projecten. De acties tegen de Betuwelijn, daar is enorm in geïnfiltreerd. En daar waren de belangen groot. Dat ging over miljarden. Ja, nee, klopt. Er is zelfs een aparte club voor opgezet. Het Sisi heette dat. Tijdens de bouw van de Betuwe en ook tijdens de acties die daartegen gevoerd zijn, heeft het Sisi gewoon heel erg gefungeerd als coördinatiepunt, waarbinnen dan al de informatie die over activisten verzameld werd bij elkaar kwam. Ja, en dan ging het bij wijze van spreken tot kleine voorlichtingsavondjes van lokale activisten in een Betuwe-dorp tot activiteiten van Groen Front. Alles werd daar bij elkaar gebracht. Op het journaal. Nee, voor de VPRO. Hé? Oh. Nou, waar waren van de mensen die hier de boerderijen naast zaten? Van de Groen Front. Hebben jullie hier ook ingezeten? Ja. Ja? Ja. Ja. U was toen ook al tegen. Hè? U was ook al tegen. Ja, voor ons had je nooit hoeven te komen. Ja. Nooit. Nooit. Wij zijn de doelloos. Ja. Gewoon geld verkwisterij, hè. Maar ze gaan toch de eigen gang, hè. Mm-hmm. Nee. De hele regering, nee. Als ze er maar weer in zitten, hè. En dan heb je scheid aan de mensen. Zijn we dan? Kijk, dat vind ik nou een mooi gezicht. Kopen kabeltjes voor de signaaldoosjes of zoiets. Ja. Nou, zeker, het is sabotagegevoelig. Als iemand wil, kan hij hier genoeg schade aanrichten. Ja. Het hele ding dat draait op signalen en dit soort communicaties. Dat het niet doet, dan rijdt er geen trein. Haha. Ja, wat GroenFront natuurlijk goed gedaan heeft, is inderdaad lokale contacten leggen en samen met de lokale bevolking optrekken. En dat was misschien ook wel hetgene wat de overheid als gevaar zag. Hè? Misschien slaat dat zo erg aan dat het verzet te groot gaat worden voor ons. Mm. En dat ze daarom inderdaad direct begonnen zijn met het instellen van het Sisi. Hoe staatsgevaarlijk waren jullie nou eigenlijk? Nou, ik denk wat je hier gewoon ziet is dat de overheid en particuliere belangen loopt elkaar over in een grijs vlak zonder grenzen. En de overheid die zet haar meest extreme middelen, haar veiligheidsdiensten in voor die particuliere belangen. Terwijl de mensen die die belangen tegenspreken en daartegen in actie komen, geen enkele bedreiging vormen voor de veiligheid van de burgers. Kijk, van ons netwerk is überhaupt duidelijk, een van de uitgangspunten is dat wij geen geweld gebruiken tegen personen. Dus wij brengen de Nederlandse burger niet in gevaar. Dus het is gewoon, het slaat gewoon eigenlijk vanuit een democratisch perspectief slaat het nergens op. Na 9-11 en de moord op Theo van Gogh is de macht van onze inlichtingendiensten